Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht van 6 februari en 7 februari. En het weekend doe ik 2 dagen in 1. En wat gaan we een fijn weekend tegemoet. Als je van sneeuw houdt, wel voorzichtig aan, maar oh jongens, ga er lekker van genieten. Het kan best zijn dat een Elfstedentocht mogelijk was geweest, maar ja, door alle maatregelen zal het niet gebeuren. Maar binnen de 14 dagen kan het hard genoeg vriezen, zodat wij echt heel veel plezier kunnen maken op het ijs. Ik kijk er heel graag naar en wat fijn dat de mensen die kunnen gaan schaatsen en ook schaatsen kunnen, er enorm van kunnen genieten. Ik hoor op de televisie al de mensen die zeggen, ja maar het is het gevoel, het gekraak, de beleving van dat je over dat ijs danst. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik kom mezelf niet op, ben nooit echt een hele goede schaatser geweest. Heb het altijd wel heel leuk gevonden. Maar nee, met mijn lieftallige voetje wat gebroken is geweest, moet ik het maar niet doen. Een karmisch weekend, een karmische dag. Zaterdag is een 49-13-4-dag. Dat betekent dat er absoluut iets kan eindigen en absoluut iets kan beginnen. Dus dat is ook zo'n dag waarop als het gaat vriezen en het ook nog afnemende maan is. We gaan eens even kijken. Het is 11 februari, is het nieuwe maan. Dan is het dus ook op zijn koudst. En dan pas na de volle maan, na 28 februari, verwacht ik dat het anders gaat worden. Nou, we gaan het beleven, we gaan het zien. Dit weekend kan je dus lekker genieten van die rustige, serene sneeuwvlokken die langzaam maar zeker door vrouw Holle over ons stukje van de aarde worden verspreid. Vrouw Holle die haar bed opmaakt en de kussens uitslaat en dat we dan de vulling over onze hoofdjes krijgen. Nou, dat is sneeuw. Geweldig, hè? We komen dus zondag in die 50-cyclus. Zaterdag die karmische dag. Zondag komen we in die 50-cyclus. Die hele drukke, chaotische cyclus. 4 weken terug was het enorm, enorm druk. En hou jezelf rustig. Laat die sneeuw ook als een heerlijke deken over jou heen gaan. Dat je de rust bewaart. Wat er ook gebeurt. Ik heb gekozen deze week de hoopkaarten te gebruiken. En kaarten zet je met allemaal mooie kaarten die geschreven zijn door mij. En de plaatjes gekozen zijn door mij. En Lars Driessen, mijn grafische ontwerper, heeft prachtige kaarten van gemaakt. Ik heb deze getrokken. En ik heb ze over de kop gelegd. De achterkant. Je kan elke kaart ook even naar iemand toesturen in een A6 envelopje. Dan kan je hier opschrijven. Gewoon even voor jou ter ondersteuning. Daar zijn ze voor bedoeld. Ja, ik heb deze kaart. Mooi hè. Is een van mijn favoriete kunstenaars. Maar niet iedereen vindt ze heel erg mooi. Ik vind het mooi. Het resoneert met mijn energie, zeg ik dan. In de koestering van de aarde voel ik de verbinding van alles samen. Ik ben veilig, beschermd en een geliefd kind van de aarde. Nou, dat is wat het ook doet, hè. Dat geliefde kind van de aarde zijn. En als er dan zo'n sneeuwlaag over de aarde komt, is het alsof wij gekoesterd worden door moeder aarde. Even in die sneeuw, in die deken, even in die kokon. Die iglo van rust die we even, nou niet even, die we enorm nodig zijn. Geef jezelf ook die rust. Ga even koesteren. Ga lekker een warme chocolademelk maken. Met een beetje kaneel, wat vanille suiker. En heerlijk zelf opgeklopte room. Die je de tijd gunt om de juiste substantie te laten worden. De juiste dikte. Want wat de oude Cas Spijkers al zei. Slagroomklopje. Maar je laat even de slagroom wennen aan het ritme van die gardes. Dus je gaat niet vol in de turbo
Langzaam, maar zeker. En op geen moment, dan kan je nog even goed de mixer aanzetten. En dan is het klaar. Dan laat je het even rusten in de koelkast. Dat is het geheim van de smid. Rustig, opbouwend, het tot slagroom slaan. Wees blij dat het niet meer met de hand hoeft. Dan zet je het in de koelkast. Even een kwartiertje tot rust laten komen. Ondertussen maak je de melk warm. En maak je een chocoladepasta van echte chocoladecacao. Daar doe je een beetje vanillesuiker in. Klein beetje nootmuskaat is ook lekker. En dat roer je. En dan meng je langzaam maar zeker het tot een chocolademelk. Je kan het ook met amandelmelk doen als je geen melk wilt drinken. En dan ga je heerlijk die opgeklopte, tot rust gekomen slagroom op die chocolademelk doen. In een fantastisch grote beker, want dat drinkt het lekkerste. Dan heb je die beker zo lekker vast met een lange lepel erin. En een beetje chocolade of een beetje kaneel over de slagroom. Jongens, ga lekker naar buiten kijken, naar die witte. En dit doe je dus als je een flinke wandeling hebt gemaakt in het witte landschap. Zal ik dat van de week eens even proberen te doen met mijn telefoon? Kom ik er ook eens uit. Jongens, heerlijk. Ga ervan genieten, hè. Ik wens jullie een hele mooie weekend. Wees voorzichtig als je de weg op gaat. Vraag de engelen voor bescherming. Vraag de engelen als ze met je mee willen gaan. Of aan iemand anders. Aartsengel Michael, zorg ervoor dat die persoon veilig thuis komt. Ja, het is ook wel spannend hè, als iedereen de weg op moet. Nou, ik wens jullie een heel fijn weekend. En de hoopkaarten kan je natuurlijk altijd op mijn webshop krijgen. Dag lieve mensen.